Mango. Je hebt verschillende soorten mango's en verschillende kleur van de schil. Nou zegt die kleur van de schil niet zo heel erg veel over de smaak. Schillen van de mango is heel simpel. Het snijden is vaak wat ingewikkelder voor mensen. Dus let goed op hoe je dat het beste kunt doen. Zo. Nou, de steel aanzet er eerst afsnijden. En ook de bovenkant doe ik altijd een klein plakje van afhalen. Dan heb je meer houvast, meer grip. Dan kun je met je mes kun je hem zo mooi in je handpalm houden, de mango. En dan snij je heel voorzichtig zo de buitenkant de schil van de mango af. Hij is mooi, diep oranje-geel van kleur. En ik ruik al dat hij echt heel erg lekker zoet is. En dan komt het. Het snijden moet je een beetje voorzichtig doen, dat hij niet uit je hand glijdt. Dus je kan nog eventueel een plakje van de onderkant eraf halen, zodat hij mooi steady op je snijplank staat. En dan zit er natuurlijk in de kern zit de grote pit. Je weet nooit precies waar die zit. Dus zorg dat je met een beetje een bochtje zo langs de pit gaat snijden. Het leuke is dat je dan op een gegeven moment met je mespuntje kan prikken en dat je voelt van ah, daar zit die pit. En dan kun je dus heel makkelijk om de pit van de mango snijden. Dan haal je het meeste vruchtvlees eraf. En omdat je hem netjes op je snijplank hebt staan, voorkom je dat je in je vingers snijdt.